Ja, daar wou ik ook iets over zeggen. Dus dat is heel passend dat, dat ze daar ook veel vragen over gesteld hebben. Want dat is toch een hele interessante figuur. Er is ook heel veel aandacht aan hem besteed. Ik begreep dat hij ook toch in, bij de begrafenis enorm veel publiek had getrokken. We hebben natuurlijk ook gehoord dat Poetin in verband met zijn werkschema geen tijd had om naar de begrafenis te komen. Hij was wel geloof ik naar de opgebaarde Gorbachev gaan kijken, waarbij hij, althans daar zag ik beeld van, in het ziekenhuis of zoiets dergelijks, waarbij hij een roosje neerlegde. Ja, een beetje kinderachtig Poetin, dat je niet naar die begrafenis gaat. Maar goed, we weten hoe hij erover denkt. En hij ziet natuurlijk, ja, Gorbachev ziet hij als de afbreker van het imperium wat hem zo lief is en wat hij zo graag terug zou zien, wat hij overigens nooit terug zal zien. Daar ben ik vrij vast van overtuigd. Rusland is niet in staat om een zodanig imperiale politiek te voeren dat het imperium wat Gorbachev prijs heeft gegeven, dat weer terug zou keren. Dat is simpelweg totaal uitgesloten. Dus ja, hij had niks met Gorbachev op. Veel Russen heb ik begrepen. Hij had ook niet veel meer met Gorbachev op. En dat is ook wel weer begrijpelijk, omdat natuurlijk, ja, Gorbachev's hervormingen, waar we zo over te spreken komen, natuurlijk de opmaat waren voor die volkomen chaotisering van Rusland, het verdwijnen van de Sovjet-Unie, waar we ook nog iets over moeten zeggen, en de chaotisering van Rusland in de jaren 90 onder Yeltsin, die minstens evenveel schuld draagt aan deze ongelooflijke implosie als Gorbachev. Ja, dat is voor veel Russen natuurlijk een enorm traumatiserende periode geweest, waarbij hun pensioen in het gedrang kwam, de medische zorg verslonst werd. De gemiddelde te verwachte leeftijd van de Russische man is met jaren en jaren achteruit gelopen. Over zijn enige twee landen waar dat de afgelopen 30 jaar het geval is geweest, de Verenigde Staten, merkwaardig genoeg, en Rusland. In Rusland meer dan in de Verenigde Staten, maar in de Verenigde Staten heb je die opioïdecrisis, die ook, laten we zeggen, de onderkant van de blanke bevolking ernstig heeft getroffen. Maar nu Gorbachev, want laten we eerst even kijken naar zijn carrière. Want hij komt natuurlijk aan de macht in 1985. Daar zijn enkele wonderbare jaren aan vooraf gegaan, namelijk dat de zittende macht, die grotendeels bestond uit 70'ers met slechte gezondheid, die werd eigenlijk weggevaagd door de dood. Want eerst ging Brezhnev dood in zijn slaap. Ik meen in 82. Brezhnev was een ruïne, die was nauwelijks functionerend. Die was afhankelijk van allerlei medicijnen enzovoort. Dus Brezhnev wordt opgevolgd door Andropov. Die ook wel een kampioen van Gorbachev was in later. Andropov is niet lang aan de macht geweest, want die kreeg griep. Een hele gekke griep, een Sovjetgriep, en waardoor hij doodging. Nou ja, toen was natuurlijk al die kwestie, moeten we nog doorgaan met dit sterfhuis? Ja, het politbureau heeft toen beslist om toch nog een van de oudjes te benoemen tot chef, namelijk Tsjernenko. Maar bij de presentatie van Tsjernenko bleek eigenlijk al, Tsjernenko gaat het niet lang maken. Ik meen dat er een verpleegster bij was, dus je dacht al, oh jee. Nou ja, tenslotte gaat ook Tsjernenko dood in 1985. En dan geschiet het wonder dat namelijk een van de allerjongste, zo niet het jongste lid van het politbureau, namelijk Gorbachev, dat hij benoemd wordt tot chef. En dat is natuurlijk alleen mogelijk, kijk, als men had vermoed wat hij zou gaan doen en de gevolgen daarvan, nou ja, dan begrijp je, dan was hij meteen naar de kwikmijnen gestuurd, mag ik aannemen. Maar goed, ik denk dat Gorbachev min of meer tot het eind van zijn dagen een gelovige was die in het communisme geloofde. En die dacht dat hij met een terugkeer naar leninistische principes in principe een zodanige grondige hervorming tot stand zou kunnen brengen, dat daarmee het Sovjet-experiment in de ruimste zin van het woord zou kunnen worden gered. Dat was zijn idee. Want ik denk dat die andere leden van
politbureau heel goed wisten dat hij een gelovige communist was. Hij geloofde in de goede zaak. Hij meende alleen dat de goede zaak ontspoord was. En inderdaad, dat klopt. Want natuurlijk in de jaren 80, maar ook al in de late jaren 70, was die Sovjet-economie totaal vastgelopen. Dat was echt, daar zat echt geen enkele groei meer in. En ook daarvoor leefden ze al van de export van fossiele brandstoffen. Nou ja, toen kreeg je die crisis in de jaren 80 en zo. Dus dat, de Sovjet-Unie was in de bestaande vorm eigenlijk aan het eind van zijn Latijn. Daar kwam nog bij dat het politbureau in 1979 in Afghanistan geïnterveneerd had. En die interventie die functioneerde voor geen meter. Dat was een van de bijdragen tot, laten we zeggen, de versnippering en de verrafeling van het Sovjet-regime. En Gorbachev had zich voorgenomen om zowel intern de Sovjet-Unie te hervormen, als ook het Sovjet-imperium te hervormen. En dat laatste, naar mijn idee, laten we daar maar mee beginnen, met goede redenen. Want dat imperium was eigenlijk het cordon sanitair wat de Russen zich hadden verworven door het winnen van een Tweede Wereldoorlog. Want dat gaf hen de kans in feite om heel Oost- en Centraal-Europa te beheersen. Je kunt rustig zeggen, heel Oost- en Centraal-Europa waren bezet door het Rode Leger aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En aan die bezetting, want het was gewoon een bezetting, was geen einde gekomen. Sterker nog, met enige regelmaat waren de bezette volkeren in opstand gekomen. De Duitsers al in 1953. De Polen in 1956, Hongaren idem dito 1956, later Tsjechoslowakije 1968, daarna weer de Polen. Het was voortdurend bal. Iemand die er serieus over na kon denken, die moet hebben gezien, dit is niet, tenslotte niet op de been te houden, dit moet anders. Bovendien had natuurlijk het hele idee van een cordon sanitair, waarbij denk je dan aan Duitse panzerdivisies die in het bekende Duitse tempo door het land razen. Dat had natuurlijk geen betekenis meer met de nucleaire bewapening. In feite was het hele idee van een cordon sanitair was een beetje verouderd geraakt. Daarom begrijp ik ook niet dat Poetin dat allemaal zo belangrijk vond. Bovendien kostte het imperium bakken met geld. Niet alleen vanwege de bezetting met dat Rode Leger, want dat was wat hoor. Alleen al in de voormalige DDR had je 400.000 man. Plus alle outillage die bij een zo omvangrijk leger hoort. Maar ook omdat ze hele goedkope energie leverden aan de bezette landen. Om ook een gebaar te maken. Waarvan ze wel wisten dat als ze de energie op de wereldmarkt zouden verkopen. Dat ze er heel wat meer aan zouden verdienen dan nu. Want nu verdienden ze er eigenlijk niks aan. Het kostte ze geld. Kortom, het imperium kostte bakken met geld. En bovendien was er voortdurend opstand in het imperium. En dat zou toch ook Poetin moeten zien. Dat je kan wel een imperium hebben, maar als de leden daarvan voortdurend in opstand komen en komen zeggen dat ze er gewoon genoeg van hebben, waar ze groot gelijk in hadden natuurlijk. Want het was bezetting, het was repressie. Hè. Ja, je vraagt je af, kan Rusland eigenlijk wel iets zonder repressie? Nou ja. Dat is weer een wat grotere vraag natuurlijk. Dus Gorbachev heeft al in een relatief vroeg stadium, kan zijn dat het 86 was zo, tegen die leiders van die verschillende bezette landen en de communistische partijen die daar natuurlijk aan de macht waren, gezegd, jongens, luister eens even. Ik ben eigenlijk niet van plan om het Rode Leger te blijven gebruiken als bezettingsmacht. Jullie mogen zelf weten wat je gaat doen. Maar als er problemen zijn, dan blijven wij in de kazernes zitten. Dat had hij gezegd. Dat heeft eigenlijk enige tijd geduurd voordat dat doordrong tot die verschillende bezette landen, het Rode Leger, bezette landen. Maar tenslotte dachten ze, oké, als dat dan zo is, dan. Het vermoeden van Gorbachev is ongetwijfeld geweest, want Gorbachev, dat moet gezegd worden, was eigenlijk een betrekkelijk naïeve man. Hij dacht toch te veel in. Hij had zich niet gerealiseerd dat als je een minimale mate van vrijheid geeft, dat je, dat,
dat dan heel snel mensen zeggen, dan willen we nog weer wat meer vrijheid erbij hebben. Dit is te weinig, we willen de volgende stap doen. Dus ze had niet verwacht ook dat het nationalisme in een zo pregnante en agressieve vorm zich tot ontwikkeling zou komen als hij, laten we zeggen, de druk van de ketel haalde. De deksel van de pan zou halen. Dat was het idee. Want ja, wat er vervolgens in Oost-Europa gebeurd is, en dat is natuurlijk het meest duidelijk geworden in het wonderjaar, want je kunt het toch best achteraf een wonderjaar noemen, was 1989. Dat heel veel van die landen zeiden, oké, wij willen zelfstandig worden. En niet op de manier waarop Gorbachev het waarschijnlijk verwacht had, namelijk dat er een soort sympathieke communisten aan de macht zouden, een soort sociaal-democratisch georiënteerde, want dat was Gorbachev ook wel een beetje. Ja, hij was communist, maar hij wilde toch meer aandacht besteden aan het democratische aspect, laten we het maar zo noemen. Nou ja, dus dat ja, al heel snel was natuurlijk, ja, ontwikkelde de zich in de Oost-Europese, Centraal-Europese en denk ook aan de Baltische Republieken zich zo, dat ze op weg gingen naar zelfstandigheid. En niet alleen gingen ze op weg naar zelfstandigheid, maar in no time werd natuurlijk duidelijk dat hun grootste ambitie was om die klote Russen ook op de lange termijn zich van het lijf te kunnen houden, namelijk door lid te worden van de NATO en daarna lid te worden van de Europese Unie. Want ja, je hebt dat de Polen, de Polen moeten ook niks van de Europese Unie hebben. Je weet dat ook als Polen in de hemel komen, moeten ze ook niks hebben van het beheer van ons lieve Heer en de Heer Jezus. Ze zullen onmiddellijk in gaan demonstreren en roepen dat het allemaal anders moet. En de Heer Jezus een veel te tolerante figuur is. En nou ja, in onmiddellijk een Pool benoemd worden. Goed, ze hebben Wojtyla dus misschien. Al was Wojtyla wel een hele intelligente Pool. Ik ben afgedwaald van mijn thema. Maar goed, ja, zij dachten natuurlijk, en terecht, we komen zo op dat punt van die uitbreiding van die NATO, want dat moeten we toch even aan de orde stellen. Maar dit was één kant van zijn hervormingsprogramma. En dat betekende eigenlijk het verlies van het imperium. Het was niet aan. Als je de deksel van de pan haalde, dan begonnen de kikkers enorm uit de pan te springen. Dat was toch het zodra je de teugels liet vieren, dan wilden mensen heel iets anders dan wat Gorbachev wellicht had verwacht in zijn naïviteit, dat er een soort sympathieke linkse, toch pro-Russische regimes aan de macht zouden komen. Het tegendeel was meestal het geval. Vandaar dat het imperium verloren is gegaan. Laten we meteen al een nuttige boodschap laten horen. Namelijk dat dit voor miljoenen mensen, tientallen miljoenen mensen, bevrijding betekende. Dat een deel van de bevrijdenen, denk aan de Hongaren en de Polen, er vervolgens een zootje van gemaakt heeft, namelijk zichzelf opnieuw geknecht heeft, maar nu langs democratische weg. Ja, dat hadden wij ook niet zien aankomen. Daarvoor zijn we natuurlijk allemaal bitter teleurgesteld. We hadden gehoopt dat het min of meer fatsoenlijke, stabiele democratieën zouden worden. Leek aanvankelijk ook het geval, maar nou. En dan zijn er nog landen waar het net afgewend is. In Tsjechië heeft die man toch verloren, godzijdank. Die multimiljardair en in Slovenië geloof ik. In Slowakije is het ook het ergste vermeden. Maar toch. Het was een bevrijding. Hij heeft miljoenen mensen bevrijd. Zeg je vanuit westers perspectief natuurlijk, hè? Zeg ik vanuit westers perspectief. Poetin zal er anders over denken. Die zal zeggen, het is de grootste zegen die een land kan overkomen, is dat hij onderdrukt wordt, dat het onderdrukt wordt door Russen. Dat is het fijnste wat je kan overkomen. Russische gevangenenkampen, Russische gevangenissen, Russische politie, dat is iets magnifieks. Kijk wat wij er een enorm succes van hebben gemaakt in Rusland. Ongelooflijk, wat een heerlijk land, wat ook miljoenen emigranten trekt. Iedereen wil naar Rusland, iedereen wil daar zijn. Het tegendeel, zoals we weten, is het geval. Rusland verliest op hele grote schaal mensen die wat kunnen. Je begrijpt toch wel, en Rusland heeft op zichzelf een goed draaiend onderwijssysteem. Je begrijpt toch wel dat als je wat kunt, en je denkt aan die lui die in Amerika miljarden verdiend hebben, dan denk je toch,
ik moet hier weg en wel zo snel mogelijk. Dat dat dan misschien via Turkije moet. Of, nou ja. Nee, je wilt zo snel. Iedereen die de mogelijkheid heeft, zal wensen te vertrekken. Denk ik althans. Goed, maar hij heeft dat het de belangrijkste wat Gorbachev heeft gedaan, is het bevrijden van tientallen miljoenen mensen van het juk van de Russische onderdrukking. Dat ze vervolgens deels overgegaan zijn tot het zichzelf onderdrukken, dat is wat anders. Maar in ieder geval hebben ze zichzelf democratisch onderdrukt. He, Polen en Hongarije. Allee. Maar nu de Sovjet-Unie zelf. Want daar zijn we nog steeds. En hij wilde ook de Sovjet-Unie hervormen in de zin dat hij die economie wilde dynamiseren, weer op gang wilde brengen. En hij had natuurlijk het voorbeeld eventueel van de Chinezen, maar dat voorbeeld heeft hij zeker niet gevolgd. Eigenlijk is zijn hervorming van de Sovjet-Unie, die is mislukt omdat hij dat helemaal niet goed doordacht had. Daar was niet goed over nagedacht. Kijk, hoe hebben de Chinezen het gedaan? Die hebben China hervormd van onderop, maar tegelijkertijd met, toen het ook daar natuurlijk de vrijheidsliefde wel iets te groot bleek te zijn voor de partij, is er natuurlijk in 1989 op dat plein van de hemelse vrede, is keihard ingegrepen. Maar dat wilde Gorbachev eigenlijk ook weer niet doen. Dus hij is begonnen met dat apparaat te hervormen, dat gigantische, misschien ook wel omdat de Sovjet-Unie zich industrieel organisatorisch al in een verder ontwikkeld stadium bevond dan China, was het tegelijkertijd moeilijker om het behoorlijk te hervormen. Maar in ieder geval werd die hervorming, die werd tegengewerkt. Dat bleek in de praktijk eigenlijk, het leek heel wat, die hervormingen, maar ze werkten helemaal niet goed. En het gevolg was dat zich in de Sovjet-Unie een soort organisatorische implosie heeft voorgedaan. Dus er ontstonden tekorten aan Jan van alles en nog wat. Er ontstonden steeds grotere problemen. Die waren er in feite in 89, 90 waren die er al. En toen was al duidelijk dat die hervorming op die manier, dat niet de goede kant op zou gaan. Daar kwam bij dat Gorbachev zelf nooit democratisch gekozen is. Hij is wel door een soort van gremium van communisten gekozen, maar nooit democratisch gekozen. Hij had wel de ruimte gecreëerd voor democratische verkiezingen in de verschillende republieken. En een van de democratisch gekozenen was Jeltsin. En Jeltsin had de pest aan Gorbachev. Die hadden al een lange geschiedenis van ruzie. Jeltsin voelde zich gepiepeld door Gorbachev. En wat dacht Jeltsin? Die dacht, ik moet van Gorbachev af. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we heel simpel doen. Ten eerste was Jeltsin zijn positie enorm versterkt door de staatsgreep die in de zomer van 1991 heeft plaatsgevonden. Er was een staatsgreep vanuit het politbureau tegen Gorbachev. En aan die staatsgreep, die was heel slecht georganiseerd en Jeltsin nam het initiatief en al heel snel werd duidelijk dat de staatsgreep mislukt was. Maar daardoor had eigenlijk Gorbachev het groot deel van zijn krediet verspeeld en Jeltsin had in feite was de overwinnaar in dat conflict. In datzelfde jaar 91 dacht hij, hoe kom ik van Gorbachev af? Dat was het idee eigenlijk. Ik moet er nog even bij zeggen dat Gorbachev zelf ook wel begreep dat wat zijn ambities waren, dat niet goed liep, om het maar even zo te zeggen. Er is natuurlijk ook nu op gewezen dat hij weliswaar weinig geweld heeft gebruikt, maar dat er wel degelijk geweld gebruikt is in die, laten we zeggen, in die implosie van de Sovjet-Unie. Denk vooral aan de Baltische Republieken. Nou wil ik dat geweld niet bagatelliseren, maar ik geloof dat in Litouwen 14 doden zijn gevallen. Als je denkt dat deze immense implosie, want dat was het wereldrijk, het was de een na machtigste natie ter wereld, niet waar dat eigenlijk min of meer geruisloos verdwenen is, tot Poetins latere weerzin natuurlijk, maar dat ik vind dat het aantal doden dat toch eigenlijk relatief beperkt is geweest. Ja, ook in Georgië zijn doden gevallen enzovoort. Dat is waar. Maar de Baltische Republieken moeten ook weer niet al te veel piepen.
En dat vind ik eigenlijk voor iedereen die kritiek hebt op Gorbachev feitelijk is dat die tientallen miljoenen mensen de mogelijkheid heeft geboden om een vrij en democratisch bestaan te leiden. Ze kunnen nog zoveel piepen in de Baltische Republiek en zonder Gorbachev waren ze nog steeds onderdeel van de Sovjet-Unie geweest. Nu terug naar Jeltsin. Jeltsin wou van Gorbachev af. Hoe kon hij van Gorbachev afkomen? Door het opdoeken van de Sovjet-Unie. Dat legt Poetin je nooit uit, maar in feite door de Russen zelf is de Sovjet-Unie opgedoekt. Want Jeltsin is gaan praten met de leiders van de Oekraïne en ik geloof in de eerste instantie van Kazachstan. En die zegt, weet je wat wij doen? We heffen gewoon de Sovjet-Unie op. Want als we de Sovjet-Unie opheffen, dan is ook de president van de Sovjet-Unie, in casu de niet-democratisch gekozen Gorbachev, die is zijn baantje kwijt. En zo is het ook gegaan. Dus in december 1991 hebben zij een verdrag gesloten, waar zich later de andere republieken van de Sovjet-Unie bij hebben aangesloten, waarbij de Sovjet-Unie als geheel is opgeheven. Nogmaals, dat is niet waar het ragfijne machiavellistische spel van de westerse onderdrukkers geweest. Nee, dat hebben ze zelf gedaan. En misschien ook wel terecht, laten we eerlijk zijn, de Sovjet-Unie, het idee van het arbeidersparadijs, van de arbeidersrevolutie, was een kapitale, pijnlijke, gruwelijke mislukking geworden. Dat was het wat mij betreft al met Stalin. Al kun je nog bij Stalin zeggen van de Sovjet-Unie heeft natuurlijk wel een wezenlijke bijdrage geleverd aan de overwinning op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, zonder meer. Maar het Sovjet-experiment als zodanig, als ideologie van bevrijding, van de mogelijkheid om ook de gewone man een fatsoenlijk en democratisch bestaan te gunnen, dat was al lang en breed mislukt. Ik bedoel dat dit soort van bewegingen, het gaat er altijd om van wij komen u bevrijden. Jij zegt, ja, ik heb helemaal geen behoefte aan bevrijding. Dan, sorry, maar dan gaan we u opsluiten in een kamp. Want dan moet u bevrijd worden door ons en dat kan een hele harde. Er is altijd, tenslotte altijd dwang als de mensen niet mee willen doen. Goed, ze heffen de Sovjet-Unie op. Jeltsin is dan de gekozen president van de Russische Republiek. En eigenlijk komen dan de jaren 90. En dan implodeert eigenlijk Rusland. De economie functioneert niet meer. Doen ze er allerlei praktische problemen voor. Ze vragen nog wanhopig steun aan de Amerikanen. Jullie hebben dat Marshallhulp, dat hebben jullie zo lollig gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Kunnen wij ook niet wat krijgen. Nou, de oude Bush was daar falikant tegen. En dan geraken we aan het probleem natuurlijk van de NATO. Want al die landen die bevrijd waren, die dachten, ja, hoe lang gaat dat duren? Wat voor zekerheden hebben we dat die Russen tenslotte weer terugkomen? Hoe moeten we dat oplossen? Dat probleem waar ze achteraf gezien natuurlijk groot gelijk in hadden. Het beste oplossing is dat we lid van de NATO worden. En Bush, de oude Bush, had gezegd, en dat ging dan over die kwestie van, zou er eigenlijk niet voor heel Europa een nieuw veiligheidssysteem moeten worden ontworpen waarvan Rusland een onderdeel zou zijn? En dat hoor je nu ook weer, hadden we dat nou maar gedaan, want dan, het oude Bush heeft meteen gezegd tegen Baker, zijn minister van Buitenlandse Zaken, ik voel er een donder voor, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan ook niet onderhandelen over of we wel of niet een lid van de NATO mogen worden. Wie lid van de NATO wil worden, die kan het wat mij betreft doen. En zo is het ook gegaan. Heeft Baker ooit beloofd aan Gorbachev dat de NATO not an inch verder zou worden uitgebreid? Nee, dat heeft hij nooit beloofd. Uit archiefonderzoek blijkt ook dat dat misschien wel eens min of meer gesuggereerd is door de Duitse onderhandelaars. Met name Genscher zou dat wel eens gezegd hebben. Maar de Amerikanen hebben dat in feite niet gezegd. Was het verstandig geweest om in de jaren 90 te zoeken naar een alternatief veiligheidsmodel waar Rusland ook een deel van zou zijn geworden? Misschien wel.